De Bond van Inspecteurs bij het ministerie van Onderwijs, BIO, is vanaf vandaag in actie. Cijfers van de 88 VOJ en GLO-scholen die ingeleverd moeten worden, worden niet ontvangen en wordt er ook geen scholenbezoek gedaan, zegt bondsvoorzitter Steve Rutsch. De actie houdt in dat er tot 10 uur wordt gewerkt, waarna de leden in beraad gaan. Rutsch geeft aan dat afspraken die gemaakt zijn met de minister van Onderwijs, Lilian Verrier, na 7 maanden nog niet zijn nagekomen. Het ging namelijk over verruiming van onze co-uren. Dus dat is eigenlijk de financiële vergoeding wat het verschil uitmaakt tussen een inspecteur en een leerkracht. Als we kijken wat er nu gebeurt, is dat leerkrachten veel meer verdienen dan inspecteurs. En dat is een goede zaak, want jij bent degene die de directeuren moet begeleiden. En dan kan het niet zijn dat een leerkracht meer verdient dan een inspecteur. Ook hebben we problemen met kledingstoelagen, die hebben we aangevraagd. We hebben een beschikking in ons hand vanaf 2008. Het is nooit uitbetaald. We hebben ook gevraagd naar autotoelagen. Wat we nu krijgen is niet toereikend. Als we kijken naar het aantal kilometers wat we moeten rijden om scholen te gaan bezoeken. We moeten niet alleen maar scholen bezoeken overdag, we moeten ook scholen gaan bezoeken in de avonduren. De bondsvoorzitter zegt dat de minister reeds contact heeft opgenomen met hen. Echter is het antwoord nog niet bevredigend. Primair is dat het MINOC alvast de extra uren moet verruimen van 5 naar 15 uren. Primair voor ons is alvast die co-uren, die verruiming van die co-uren. Die moeten gaan van 5 naar 15. We willen onze kledingstoelagen hebben. En we willen die, kijk, 1/3 deel van het korps krijg geen autotoelage. Het autotoelage is al zo weinig. En er zijn een aantal mensen die het niet krijgen, waardoor ze niet verplicht zijn om hun auto, hun privévoertuig in te zetten voor de dienst. Dan krijg je overbelasting van die mensen die wel autotoelage krijgen om dus naar school te gaan. En dat is geen gezonde zaak. Aldus bondsvoorzitter Steve Rutsch over de actie van de onderwijsinspecteurs. Hij geeft tenslotte aan dat indien het ministerie niet reageert op hun eisen, de VOJ en GLO scholen vertraagd over de examen- en toetsuitslagen zullen beschikken. De leden zullen het werk hervatten zodra er een oplossing komt.